Wat denkt u ervan, dokter? Zeg het me eerlijk, alstublieft. Ik heb helaas slecht nieuws. Hercules. U heeft staar. Staar? Staar. Dat is een opeenhoping van vocht in de pupil. Je krijgt het meestal op je oude dag, maar soms ook door verkoudheid, een verwonding aan het oog. Noem maar op. Dat vocht wordt geleidelijk hard en dat kan uiteindelijk tot blindheid leiden. Blind? Blind? Nu het goede nieuws. Bij u is de staar nog klein en heeft de kleur van gepolijst metaal. Dat is mooi. U ziet nog licht, zegt u. Prima. U bent nog niet oud. Hahaha, <laughs> dan kan ik uw oog goed opereren. Werkelijk? Kijk, met deze naalden voer ik de operatie uit. Naalden? Steekt u die naalden in mijn oog? Het valt wel mee, gelooft u me. Ik heb dit eerder gedaan. Eerst verbind ik uw goede oog. Mijn assistent houdt uw hoofd goed vast. U mag natuurlijk niet bewegen. En dan, dan, dan steek ik deze speciale naald snel in uw oog van opzij. Een klein prikje, en ik duw de staar zo naar beneden. Als het goed is blijft hij daar zitten. Dan trek ik de naald voorzichtig weer terug, en het is gebeurd. Dat is alles. Nou ja, ik moet het oog dan meteen verbinden. Ik smeer een speciale zalf op tegen ontsteking. Dat verband laten we een week zitten. Maar dan gaat het eraf, en u zult weer even helder zien als vroeger. Hercules. Hercules, Hercules!